Hallo serpentjes! Ik ben Rico Sorbet Gameplay en welkom bij een nieuwe gamevideo op mijn kanaal. Vandaag spelen wij Fik, de vitaminevreter. Gisteren speelde ik namelijk Goudzoeker en die had in een dag al iets van 1000 likes. Jullie hadden zoiets van, hey Rick, die oude kutgames, die zijn best leuk, moet je vaker doen. Ik heb nog een hele rits van suggesties uit de vorige video en ze blijven binnenstromen. Dus ja, dat ga ik doen. Niet iedere dag of zo, maar gewoon als ik zin heb om het te spelen. Fik de vitaminevreter speelde ik vroeger fucking veel. En het hele idee van Fik de vitaminevreter is gewoon een soort van sneaky reclame voor gezond eten. Fik de vitaminevreter is namelijk een draak. En wat eten draken? Is het mensenvlees? Is het koeien? Nee, het is broccoli! Het is een draak met een broccoli fetish. En weet je waar die draak echt niet tegen kan? Zijn het zwaarden door zijn hart? Is het aids? Nee, hij kan niet tegen suiker en dingen die lekker zijn, frikandellen en zo. Dus ja, hij is een beetje een gefaalde draak, maar hij is wel een schatje. Nou is de vraag, kies jouw niveau. Ik zie natuurlijk moeilijk goed uit. Ondanks mijn fame ben ik erg gewoon gebleven. En als je mijn charmes hebt, dus dan is chickies hostelen erg makkelijk. Ik ga gewoon eerst voor makkelijk, want dan kan ik misschien de levels nog halen, want het is best een moeilijke game. Fik, de vitaminevreter, wil graag gezond en sterk worden. Hiervoor heeft hij vitamines en mineralen nodig. Vitamines en mineralen zitten in je eten. Je kunt ze niet zien, maar ze zijn er echt wel. Ik geloof er niks van, voedingscentrum. Zitten niet overal dezelfde vitamines en mineralen in. Daarom moet je elke dag van alles wat eten. Zoals groente, fruit, brood, melk en margarine. Dan krijg je genoeg vitamines en mineralen binnen. Dan word je net zo gezond en sterk als Fik de vitaminevreter. Je kan veel zeggen over hoe gezond en sterk je wordt uit een fucking buik en een bril. The fuck, Fik? Is het een bril? Hij heeft hele rare ogen. En hij heeft roze vleugels. Die heb ik zelf ook niet. Whatever. Fik eet ook wel eens iets waar geen vitamines en mineralen in zitten of maar een klein beetje. Dit zijn de dikke makertjes. Zoals bijvoorbeeld snoep, chocolade en frisdrank. Een paar dikmakertjes per dag is niet erg. Eet er niet te veel van. Ik heb nog nooit uitgezocht wat er gebeurt als je te veel dikmakertjes eet. Ik denk dat Fik gewoon doodgaat. Net als in het echte leven. Ga met Fik op pad in het magische vitamineland. Je begint in het betoverde kikkermoeras. Probeer voldoende vitamine A te pakken. Vitamine A zit in wortelen, ei en halvarine. Kijk uit voor de dikmakertjes. Dit is de shit, jongens. Ik ben Fik. Dit is Fikkie. Zo, hier is een kikker. Een motherfucking kikker. En nu moet je dus eieren pakken. En zie je dat mooie groene balkje aan de bovenkant? Als die helemaal vol zit, dan kun je naar het volgende level. Je moet alle dingen pakken. En hier is dus een donut. Bleh, zegt hij dan ook. Ja, Fik, hou niet van snoep en zo. Ik kan wel die donuts en shit gaan pakken, maar dan gaan we dood. Dus ja. Weet je, dood willen is niet echt het meest handige als je aan het gamen bent. Oké, nou we gaan verder. Ik heb heel veel alforine verzameld. Misschien is de makkelijkheidsdifficulty net iets te makkelijk voor een supreme gamer zoals ik. Ik maak al 3 jaar gaming video's op YouTube. Mag je toch hopen dat Fik de vitaminevreter niet de grootste uitdaging in je carrière is. Nieuwe rap. Goed zo, je hebt genoeg vitamine A. Vitamine A is belangrijk voor goede ogen. Vitamine A zorgt ervoor dat je niet zo snel ziek wordt. Dat je goed groeit en dat je gezonde huid hebt. Vitamine A zit vooral in margarine, vlees, worst, vis, ei, worteltjes, broccoli en melkproducten. Zoals melk, vla, yoghurt en kaas. What up? Dus, ja. Je gaat nu verder in de griezelige grollengrot. Probeer voldoende vitamine B1 te pakken. Vitamine B1 zit in brood, aardappelen en vlees. Kijk uit voor de dikmakertjes. Zie, ik hou mijn dikmakertjes van het vorige level. Ja, daar kom je niet vanaf hoor. Aardappelen. Aardappelen. Zo'n... Oh my god. 360 no-scope. Oh, kut man. Tududum. En dan begin je gewoon weer. Je houdt ook al het voedsel dat je al gepakt hebt in dit level. En soms vind je het ook van die fucking plaatjes van je hoofd. Krijg je meerdere levens. Ik heb mijn facecam boven de levens geplakt. Ik dacht, ah, dat is toch niet belangrijk. Bam, ik heb die boterhammetjes gehost. Oeh, een spekje. Fuck die shit, ik wil gezond eten, man. Lekker aardappeltje. Lekker vleesie. Lekker vleesie. Lekker rauw vlees. Rauw mensenvlees, Fik. Dat vind je lekker of niet dan? Precies. Lekker boterhammetje. En nog een lekker boterhammetje. En een bakkie slagroom. Oké dan, leveltje gehaald. Vitamine B1 is belangrijk voor je hart. Vitamine B1 zorgt ervoor dat je energie uit je eten kunt halen en dat je hersenen goed kunnen werken. Vitamine B1 zit vooral in aardappelen, graanproducten zoals brood, rijst, pasta, cornflakes, mais, vlees, borst en groente. Je gaat naar het magische toverhoedenbos. Je kunt daar vitamine C verzamelen. Pak de broccoli, sinaasappel en sperziebonen. En kijk uit voor dikmakertjes. Oh
Een dikmakertje? Dacht het niet, bitch. Een cola? Daar doe ik niet aan, hoor. Nee, nee. Woehoe, best wel veel sinaasappel. Je moet ervan houden. Dit is wel echt een erg intens level, want je hebt hele boze hoeden. Ze lachen je uit. Oh my god. Wat toch op gemene hoeden dat jullie er ook zijn. Ze lachen zo gemeen. Het zijn de engste hoeden ooit. Even lekker al deze dingetjes oppakken. Mmm, zei Fik, terwijl hij een halve mandarijn in zijn bek stopte. Terwijl het eigenlijk een sinaasappel was. Dus ja, dat. Cola! Fuck, zoveel dikmakertjes in mijn bek. We hebben een level gehaald. Noem me de speedrunner. Tjaka! Ik zit langer in de laatste scherm dan in de level zelf. Vitamine C1 is belangrijk voor je weerstand tegen ziekte. Vitamine C zorgt dat je ook voor de wondjes goed genezen. En dat je lichaam ijzer kan opnemen uit je eten. Vitamine C zit vooral in groenten, fruit en aardappels. Dus, ja, wijze les. Je komt nu in het kristallen ijspaleis. Hier kun je calcium verzamelen. Je vindt calcium in kaas, melk, spersie, bonen. En kijk uit voor de dikmakertjes. Dit is een frikandel, denk ik. Auw! Mijn gevoelens! Nou! Oeh, melkie! Melk is goed voor elk. Behalve voor neonazies. Want die willen toch alleen maar andere rassen afmaken. Dus waarom zou je dan melk drinken? Precies. Auw! You tricked me! You tricked me! Lul. Nee, rot op, vis met je hoofd. Echt hoor. Ik ben helemaal klaar met je hoofd. Wee, ik ben een vis. Ik ben eigenlijk geen vis. Ik ben Fik, de vitamine junkie. De vitamine junkie ook echt. Kijk al die spersiebonen. Stop ze toch wel in mijn bek hoor. Maar maakt niet uit. Ik heb geen morele waarde. Bam. Ik loop trouwens totaal de verkeerde route op. Ik loop het level zijn mijn achterstevoren te doen momenteel. Maar nog maar twee stukjes groente. En dan mag ik het level halen. Oeh, melk. Oeh. Nee! Fuck die shit. Volgens mij is hier boven nog wat. Oeh. Nee. Oké, waar de fuck is het laatste stukje groente? Kun je dit probleem kijken? Nou, ik moet nog één stukje groente. Dan heb ik flink de vitamine vrijheid eruit gespeeld, man. Ja, maar ik kan die vinden. Ah, kut! Fik! You son of a bitch, kut! Een biscuit. Waar de fuck is dat laatste stukje eten? Ik wil het level halen, maar ik heb geen eten. Oeh, een lolly. Oeh, spersieboontjes! Bam! Calcium is een mineraal dat belangrijk is voor stevige botten en een goed gebit. Calcium zorgt er ook voor dat je hersenen en spieren goed kunnen werken. Calcium zit vooral in melkproducten zoals melk, vla, yoghurt, kaas, groenten en noten. Next. Bij de gevaarlijke Drakenberg vind je ijzersterk eten. Pak het brood, de bonen en het vlees. En kijk uit voor de dikmakertjes. Daar staat. Oké dan, stukje vlees in mijn mond. Stukje bij de bonen in mijn bek. Wow, zo hoog! Nee, ik ben echt best wel hoog momenteel. Boing! Oké, laten we even iets serieuzer doen. Ik bedoel, dit is een van de meest serieuze games op mijn kanaal tot nu toe, dus hè. Het is toch een speciaal momentje ook. Hier is Track Drop. Was je van Track Drop houdt? Ja, waar anders voor? Ik bedoel maar. Hier is een ijsje, heb ik gewoon zin in. Maar mij niet uit dat ik er dik van word. Als ik er maar gelukkig van word, heb ik niet aan kijkers. Am I right? Hier is nog wel een levertje. Ik heb er trouwens 10 voor de fans. Die dat soort dingen graag willen weten. Ik heb er 10. In het echte leven heb ik meerdere levens. Ik heb mijn YouTube geld en meerdere levens gekocht bij... Ja, god, jezus, wie dan ook. Waar jij zin in hebt, joh. Ik mis nog 2 groenten. 2 groenten. Hier is nog wat voor mij. Hier is een supergeheime gang met 2 groenten. Zo, hé. Oké, dan. Kan ik naar het einde van de game uitspelen. Ik weet niet wat er precies gebeurt als je de game uitspeelt. Ik denk dat je gekroond wordt tot god van het universum. Maar ik weet het niet zeker. Ja, hoor! What the fuck, Fik? Ik snap dat je aan de drugs bent en zo, maar dat zijn grenzen, man. Woe, ik rol zo het level binnen. Goed zo. Je hebt genoeg ijzer. Ijzer is een mineraal dat belangrijk is voor de zuurstof in je bloed. Je hebt dan een gezonde huidskleur. Heb ik een gezonde huidskleur? Nee, tuurlijk niet. Je bent een YouTuber. Niet dat dat mee te maken heeft, maar nou en. Kijk mijn fucking pimp zijn dan. Kroontje op, bitches aan mijn pik. Je kent het leven van Fik. What? Fik, de vitaminevreter, heeft heel gezond en lekker gegeten. En hij heeft voldoende verschillende soorten eten gepakt. En niet te veel dikmakertjes. Hierdoor heeft hij genoeg vitamines en mineralen op. Hij is gezond en sterk geworden.
Oké, we gaan eventjes heel snel heel veel dikmakertjes in onze dikke bek stoppen. Gaat de game ook nog beginnen? Want dit is gewoon lame. Is dit het eindscherm? Is dit wat ik verdiend heb? Godverdomme zeg. Oké, ik ga sowieso deze... Ooit, als dit succesvol is, bij de 1 miljoen views en 3 miljoen likes... ga ik gewoon nog een keer Victor spelen op een andere difficulty. Heel nieuw avontuur. Eerst even heel veel dikmakers in mijn dikke bek stoppen. Fuck die wortelen. Nee, ik zei fuck die wortelen. Pak ze niet. Zo, krijg je wel een beetje hel voorbij. Ondanks die dikmakers wil je niet doodgaan door andere irritante dingen. Chocola! Chocola mijn mond! Rot erop. Nee, ik wil die wortelen niet. Je mag ze houden. Half farine. Zo. Zijn er nog dikmakertjes in de buurt? Ik hoop het maar. Ik heb zin om een vet snack in mijn bek te stoppen. Oké, waar de fuck zijn die dikmakertjes, jongen? Ik vlieg de hele wereld rond voor dikmakertjes. Heb ik al dikmakertjes? Ik heb hier nou een ei gemist. Ik heb hier een ei gemist, meneer. Hier was het begin van de game, denk ik. Het is kut, dan ben ik een item vergeten en dan moet ik hem helemaal gaan zoeken. Helemaal niet handig dit. Ah, daar is hij. Een ei. Een ei. Fuck jou, kip. Ik zei zojuist, fuck jou, kip. Tegen een kikker. Zo ben ik dan ook alweer. Ik ben geen racist, ik haat alle beesten. Vooral kikkers, kippen. Kikkers en kippen zijn genetisch meer verwant dan je denkt. So cool. Zo, volgende level. I don't give a fuck over de rap van de ingrediënten. Dit level heeft best wel dikmakertjes. Net als je buik, kijker. Je dikke buik. Sorry, dat is een fopje. Misschien, ik ken je persoonlijke leven niet. Maar, wat ik wel ken, is niks eigenlijk. Misschien hebben we elkaar een keer ontmoet of zo, maar... zou best kunnen, kijk, geen idee wie je bent. Besta je eigenlijk wel? I don't know. Bleh! Voor mij is het echt onmogelijk om dood te gaan aan dikmakertjes in deze kinderversie. In de makkelijke versie. Ik bedoel, ik doe zo mijn moeite om dik te worden. En de game weigert gewoon echt hard. Ik wil niet doodgaan trouwens. Ik wil wel level halen. Dus even terug, zo. Even laatste bestje halen, zo. Ga ik nu dood? Rick, ga ik nu dood? Oh, what the fuck? Oh, daar zijn aardappelen. Hallo, aardappelen. Hoe maakt u het? Niet. Oh, ik ben een vitaminevreter. Het zware leven van de vitaminevreter is erg zwaar. Een bedreigde diersoort. En terecht! Kut leven. Voor mij zit de volgende level wel vol met dikmakertjes, zo kijkers. Dus pas maar op. Ik ben echt lui, dus dan doe je dit gewoon. Ja, dan ga je dood, hè. Ik vroeg er ook om. Nou, ik vroeg er niet echt om. Ik zou niet game, maak me dood. Maar als je echt speedrunner bent, zoals ik, dan heb je gewoon geen zin om te wachten. En dan krijg je dit soort situaties. Waar je denkt, nou ja, vlieg er gewoon even in één keer door het level heen. Waarom zou je wachten? Als je gewoon naar rechts kan. En toch omhoog. En dan moet je toch heen. Dus hey, what the fuck. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Vind ik het stom. Oké, fuck it. Volgende level. Bla bla bla, gay ass uitleg. Oké. Meer dikmakertjes, zoals dit puntje taart. Deze cola. Oh my god. Betoverend. Meer dikmakertjes in mijn bek. Fucking heksenhoed. Je moet dat ieder dikmakertje pakken, zo'n beetje in easy mode om dood te gaan aan dat dikmakertje. Dat is gewoon een vaardigheid, zeg maar. Misschien denk je als kind, ah, die moet ik verzamelen. Dan moet je ook gewoon gestraft worden met doodgaan en zo. Ieder level zeggen ze nog, pas op voor de dikmakertjes. En wat denk je? Ah, ik stop ze toch gewoon in back. Misschien krijg ik een bonuspunt ervoor. Nee, je gaat gewoon dood. Oké. Op naar het volgende level. Nog 2 dikmakertjes. En we leggen het loodje. Zo fucking spannend. Aha, een kroket! Fik, even 10 dikmakertjes gegeten. Dat is te veel. Jammer, maar je moet... Zo gaat ook het echte leven. 10 bounties in je bek. Ga gewoon dood. Whatever. Dank voor het kijken van deze aflevering. Ik ga volgende aflevering onder andere Red the Sheriff spelen. Het zegt jullie niks, maar als ik zeg maar in beeld beweeg, dan zegt hij misschien wat meer. Dit speel ik vroeger... Hier, deze met een biggetje. En je hebt nog piano... Op het werk, zeg maar niks hoor. Chin-chan, is dat een chin-chan game? Paashaas, wafelboy, pink dress-up. Ja, je kent ze allemaal wel. Niet eigenlijk allemaal, maar er zitten wel een heleboel van dit soort spelletjes die ik nog wil doen met jullie. Wordt hartstikke leuk, hoop ik. Ik hoop gewoon dat het leuk wordt. Bedankt voor het kijken van Vic de Vitamine Freeder. Doe even een duimpje omhoog en dan zal ik weldra meer kut internet games spelen op mijn YouTube kanaaltje. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Daar support je mij mee in de kut troep die ik maak. Dankjewel voor het kijken. Doei!